Dag Ananas Kijkbuiskinders en welkom bij een lang verwachte Ananas Kijkbuis TV. De Witte Ginger diss track of uitdaging tot rap battle. Ik heb geen idee wat het ons allemaal moet voorstellen. Ik heb een rijmwoordenboek gepakt, een muziekje gemaakt en het resultaat hoor je straks wel, want ja, daar gaat de video over. Er zit een beetje moeite in deze kut video en de kut nummer, dus ik ben best wel verrot nu. Ik weet niet of ik de verplichting heb om te melden dat het flikkerende beelden en asynchrone ondertiteling zal bevatten. Maar door dat te zeggen heb ik je er wel op geattendeerd. Iedereen weet wel wie de Witte Ginger is. Die zieloze YouTuber die lijkt te baden in bleek. Krijsend in de microfoon met als bedoeling bepaalde toonhoogtes proberen aan te houden op muziek geschreven door andere mensen. Met een eigen humoristische tekst erbij. En begrijp me niet verkeerd, zijn video's zijn niet altijd verschrikkelijk. Maar zijn muziek is meestal wel zo te omschrijven. Ik ben persoonlijk niet een fan van parodieën. Vooral niet als ze gebaseerd zijn op verschrikkelijke nummers die je in eerste instantie eens een keer hoorde en dacht. Dat is kut. Ik hoop niet dat iemand dit erger gaat maken. En nou ja, dan krijg je iemand en dan zingt hij het alsof het een dronken karaokeavond is. Genoeg gelul, op naar de muziekvideo. Ik hoop dat de ontvanger van shoutouts mij straks een shoutout gaat geven. Oh my god! En alles houden ze gegeven, omdat het is een complot. Ik heb naar je kanaal gekeken en ik vond nog één ding ontbreken. Dat was originaliteit. Want je maakt alleen maar parodieën. Bro, dat is toch een feit. Misschien ben ik ook wel hypocriet, maar je weet dat ik gelijk heb of niet. Ik bedoel, check myself gemaakte beat. Ik snap het wel dat je geniet. Ik heb geen verstand van de meeste dingen. En net als jij kan ik ook helemaal niet zingen. Dus hier komt al mijn ritmisch gepraat. En ik hoop wel dat het je schaadt. Je naam is maar een pleonasme. En hier komt dan mijn super sarcasme. Je bent wit, shit, en dat is wat ik spit. Mijn nummer heeft tenminste wel wat pit. Eerst probeer je het met Enzo Knol. Hij zag je video en beleefde geen lol. Misschien interesseert het hem gewoon geen hol. En dacht hij, haha, wat lelijk, vast een troll. Toen had je de video over True Total. Dat was, hey, dit is de redding van mijn kanaal. Joffrey kom in deur met een klein verhaal. Toen dacht je, wauw, die likes, dat is massaal. Nu verander jezelf echt helemaal. En wil je een shout-out van ze allemaal. Iedereen is schuldig. Het gameportaal, zelfs die ene met het journaal. Ja, de king. Als Dramalert Google was, dan was hij ping. Ik heb niets tegen zijn ding, maar kijk eens hoe hij dit ontving. Zit ik fout? Oh, geen zorgen. Ik breng je morgen wel een KFC kippenbout. Ik zal niet beginnen over je zang, want die is echt van de derde rang. Ik bedoel, oefen je skills, dus ik snap dat het veel is. Unison op piano met je stem. En oefen nou gewoon echt zonder gerem. Doet! Je plakt tubers op je snuit en je zang klinkt als een valse fluit. En kom op, je wordt terecht gewezen door een kart of fruit. Alsjeblieft, stop, hou gewoon op. Ik zal niet wijzen naar een strop, maar hou gewoon alsjeblieft een keer op. Plak geen tubers meer op je kop, al lijkt je hoofd op die van een gesmolten pop. Ik snap het wel, je krijgt wat views, maar maak gewoon iets nieuws. Wees een echte fan en maak eens wat origineel content. Ik daag je bij de Witte Ginger uit om de rap battle door te zetten naar een andere YouTuber. Dus ik hoop dat ik een beetje duidelijk was. Maak gewoon nieuwe nummers. Maak kutnummers niet kutter. Dankjewel als je naar me luistert. Ben ik nog niet klaar? Oh, nou dan gaan we nog even door. Fucking hell, man. Yeah, wow. Ja, kom dan. Even over krop sla. Je weet wel, die kanaal met zijn bla bla. Weet je wat, lama? Hij heeft nu al de 4K. Nou, hoera, ben meer ver van hij bij sla. Volgens de king is het te jong voor een mening. Toch kan de king wat leren van zijn voorbereiding. Doe het niet zoals Julius, lijkt wel een lezing. Maar ja, hij schrijft de script en leest die ding. Zijn jullie ook klaar voor wat more? Dan ga ik nog even een klein stukje door. Je bereidt je video's echt hartstikke voor. Maar alsnog kom je over als een flap oor. Ga eens langs de pastoor, die gaat er tegenaan met zijn hele kerkkoor. Of nogal beter, drink wat chloor. Enige wat je doet is internet pesten. En dan moet ik hierbij toch een beetje protesten. Ik roost je nu ook zo hard. Het enige wat van je overblijft zijn nog wat fucking asres.
beste. Klop Sla is nog maar een dikke keer, maar hij is wel fit voor een doelwit. Jullie zijn allebei ook echt hartstikke fit. Dit is de lichte shit. Like de nummer voor promotie van mijn enige echte kleine superhit. Ik daag die bio Klop Sla uit om een rap battle door te zetten naar een ander fruit. Ik help uit je YouTube-droom, want je begon maar als een liefie klon. Dus hang jezelf op aan een boom. Mo en witte ginger oefen met een metronoom. Dus doe maar even abonneren en reageren, anders maak ik echt niks nieuws. Want het gaat mij om die views. Pipi out.